الصادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله، het is heel mooi om te zien dat jullie hier talrijk aanwezig zijn. Jullie horen het ook, ik kom vanuit België. Dus jullie gaan even moeten wennen aan mijn accent. Dus ik ga mijn best doen om zo duidelijk mogelijk te spreken, inshallah. Eerst en vooral mogen wij niet vergeten dat het een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala om hier aanwezig te zijn. Jullie weten al te goed, jullie zitten alhamdulillah nu in een ruimte waar dat kennis wordt gedeeld, waar dat we over Allah subhanahu wa ta'ala gaan spreken, waarin dat we over onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam gaan spreken. De engelen zijn aanwezig, er is baraka, er is zegening. En heel veel mensen zitten misschien nu ergens anders. Zitten misschien nu thuis, zitten misschien nu buiten, zijn nu samen iets gaan eten, zijn misschien nu in, noem je het bioscoop of cinema? Bioscoop. Bioscoop. Of ze zijn ergens anders, misschien met harame dingen bezig. Dus daarom mogen we nooit vergeten om Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar te zijn. Om met goede dingen bezig te kunnen zijn. Want het is alleen Allah subhanahu wa ta'ala die ons in staat stelt om goede dingen te doen. En daarom is het belangrijk om daar dankbaar voor te zijn. En daarom Dawood alayhi salam, onze geliefde profeet Dawood, hij deed een dua naar Allah subhanahu wa ta'ala en hij zei: O Allah, hoe kan ik dankbaar zijn als dankbaar zijn ook een uiting is van uw gunst? Hij zegt: ik wil u dankbaar zijn, ja Allah, maar het feit dat ik dankbaar ben, is omdat Allah subhanahu wa ta'ala wou dat ik dankbaar ben. Subhanallah. Dus al het goede dat we krijgen, is van Allah subhanahu wa ta'ala. En al het goede dat we krijgen, is omdat Allah subhanahu wa ta'ala ons in die goede positie wil plaatsen. En daar moeten wij, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, dankbaar voor zijn. Nu, de titel die op de flyer staat, is een heel mooie titel. En ik ga nu ook al zeggen, ik ga veel praten. Maar op het einde ga ik ook een aantal vragen stellen. Want er zijn drie boeken te winnen, denk ik. Twee boeken. Dus er zijn twee boeken. En dit is ook vandaag het onderwerp, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Dus op het einde, als je veel vragen kunt beantwoorden, dan zal je ook, inshallah, een boek kunnen winnen. Nu, die titel op de flyer, weet iemand welke titel dat was? Wat stond er op de flyer? Leer eerst van zijn fatsoen, vooraleer dat je leert van zijn kennis. Die uitspraak, van wie is die uitspraak? Dat is een van mijn favoriete uitspraken in onze boeken. Uiteraard na de Koran en na de hadith van onze profeet, sallallahu alaihi wasallam. Maar die uitspraak is van onze geliefde imam Malik, rahimahullah. En imam Malik, dat is een prachtige uitspraak, en dat komt ook aan bod in het boek, waarin dat hij zegt, mijn moeder had de gewoonte, en subhanallah, dit is ook de rol van de moeder. Heel veel ulema werden opgevoed alleen door hun moeder. Grote ulema. Zoals imam Malik. Imam Malik is een van onze grootste geleerden in onze geschiedenis. En hij werd opgevoed door zijn moeder. Dus dat is de rol ook van de moeder. Imam Malik die zegt, mijn moeder had de gewoonte om mij om te kleden. En tegen mij te zeggen, ga naar Rabi'a. Rabi'a was een van zijn vooraanstaande leerkrachten. Ga naar Rabi'a. En leer eerst van zijn adab, qabla an tata'allam min ilmihi. Neem eerst van zijn fatsoen, vooraleer dat je neemt van zijn kennis. En dat is een gouden raad. Als je naar iemand gaat, als je naar een alim gaat, het eerste dat een alim u zou moeten meegeven, is fatsoen. En we gaan straks zien, inshallah, wat fatsoen juist wil zeggen. Maar de beste uitleg zou kunnen zijn, of de gemakkelijkste, beleefdheid. Fatsoen is eigenlijk beleefdheid ten opzichte van andere mensen, ten opzichte van Allah, ten opzichte van de profeet alayhi salatu wassalam, enzovoort.
Nu, dit boek is geschreven door Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah. En ongeveer een jaar geleden heb ik de eer gehad en heeft de uitgeverij dit boek kunnen uitbrengen. En heb ik alhamdulillah dat boek kunnen vertalen. Dat boek heet officieel in het Arabisch Min Adab al-Islam. En dat boek is eigenlijk een heel klein boek. Als je dat bekijkt in het Arabisch, is het eigenlijk een soort kinderboek. Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah, die schreef het boek eigenlijk als een vergemakkelijking om aan te tonen wat zijn de belangrijkste adabregels, wat zijn de belangrijkste beleefdheidsregels die wij moeten kennen als moslim. En Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta die zegt in zijn inleiding, en luister heel goed, hij zegt in zijn inleiding, ik merk in mijn tijd... Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta is gestorven in de 20e eeuw, 1995, is Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah overleden. Hij zegt in mijn tijd, dus in die tijd, hij zegt, merk ik dat er een tekort is aan adab. Merk ik dat er een tekort is aan akhlaq. Merk ik dat er een tekort is aan goed gedrag. En daarom heeft hij dat ook geschreven. Als hij dat al zegt in zijn tijd, wat moeten wij zeggen over onze tijd? Dus adab is van essentieel belang. En daarom heel veel ouders, en dat is met een goede intentie, die willen hun kinderen gaan sturen naar Arabische les, naar de Koranles. Dat is uiteraard belangrijk en van essentieel belang. Welekin, een ouder moet ook investeren in het versterken van adab. Je kan de meeste kennis hebben als je wil. Je kan zoveel kennis hebben als je wil. Je kan hafid al-Qur'an zijn. Je kan alle hadithboeken kennen. Welekin, als je geen adab hebt, als je geen akhlaq hebt, dan ben je, en we zeggen dat in het Nederlands, dan ben je aan het dweilen met de kraan open. Dan ben je eigenlijk bezig zonder effectief resultaat te halen. En daarom zei de profeet, alayhi salatu wassalam, in een heel gekende hadith, een authentieke hadith, iemand die een goede akhlaq heeft, iemand die een goed gedrag heeft, komt op hetzelfde niveau als een qa'im en een sa'im. Als iemand die heel de nacht in gebed staat en iemand die heel de dag vast. Gewoon door een goede akhlaq te hebben. En daarom is het van essentieel belang om hier aandacht aan te schenken bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Nu, dit boek, ik ga die uiteraard niet volledig kunnen behandelen vandaag. Wat ik wel ga doen, ik heb zelf een inleiding geschreven op het boek. Dat is ook verwerkt in dit exemplaar. En ik zal de inleiding bespreken, inshallah, vandaag. Wat is de inleiding? De betekenis van adab. Waarom is adab zo belangrijk? Een aantal uitspraken van onze ulama over adab. We gaan ook heel kort spreken over Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah. Hoe was hij als alim? Hoe was hij als geleerde? Enzovoort. En niet vergeten, opletten, want ik ga vragen stellen, inshallah. Nu, Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah, eerst en vooral, dat is een geleerde waar ik zelf, toen ik jong was, heel veel aan heb gehad. En Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta, zoals ik zei, is niet iemand die heel lang geleden heeft geleefd. Hij is gestorven in de 20e eeuw. Dat is een Syrische geleerde, komt van Halep of Aleppo, en wordt gezien als een van de sterkste geleerden van onze recente geschiedenis. En jammer genoeg wordt hij niet altijd herkend. Heel veel mensen zeggen, ik heb nooit van hem gehoord. Maar als je praat met ulama, als je praat met mensen die echt heel diepe kennis hebben en met studenten van kennis, dan is dit een naam die je nooit uit de weg gaat gaan. Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah, wat was er speciaal aan hem? Ten eerste, dat was een geleerde die dingen schreef die uniek waren. Hij was... En ik zeg altijd, wij in Antwerpen, als je gaat naar Borgerhout... Kennen jullie Borgerhout? Nee? Ja, Borgerokko? Ja? Borgerhout, als je naar daar gaat, dan zie je daar 5 bakkers naast elkaar, 3 slagers naast elkaar, 6 kappers naast elkaar. En ik zeg altijd, ook in kennis moet je niet iets gaan uitvinden dat al bestaat. En Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah was zo iemand. Hij schreef dingen die niet bestonden. Hij schreef dingen die uniek waren. Zoals rond al-adab, dit boek is een uniek boek, omdat hij heel beknopt heeft beschreven wat al-adab is. Maar hij heeft ook andere boeken geschreven. Bijvoorbeeld, een van de mooiste boeken van Sheikh Abdel Fattah Abu Ghouta rahimahullah is Ar-Rasul al-Mu'allim. De boodschapper en mu'allim. Wat betekent mu'allim? Leraar. Wat heeft hij in dat boek gedaan? Hij heeft eigenlijk geschreven over hoe was de profeet sallallahu alayhi wa sallam als leerkracht.
eigenlijk didactiek, maar profetische didactiek. Hoe gaf hij informatie door? Hoe sprak hij? Hoe ging hij dingen leren aan zijn sahaba? En dat boek is een parel van een boek. En we hebben dat ook eens kunnen bestuderen, alhamdulillah, en kunnen uitleggen in België, in Antwerpen. Walillahi alhamd. Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, heeft ook een ander boek geschreven. Qimatu zaman 'inda al-ulama. De waarde van tijd bij ulama. En hij schreef in dat boek allemaal zaken over hoe dat geleerden omgingen met hun tijd. En ik ga jullie één anekdote vertellen, dan gaan jullie beseffen, subhanallah, wat is dat voor een boek. Hij schreef bijvoorbeeld, Ibn Aqil, dat hij zei, en luister heel goed, ik had de gewoonte om nat brood te eten. Dus hij wou alleen maar nat brood eten. Waarom? Hij zegt, omdat kauwen te veel tijd pakt. Te veel tijd pakt. Subhanallah. Dus die ulama waren ook zo. Dat klinkt misschien heel raar. Welekin, elke seconde die verloren ging, was een seconde te veel. En daarom zegt Allah Azza wa Jalla in de Koran, wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala zegt niet wal waqt. Tijd is eigenlijk al waqt in de Arabische taal. Al asr is eigenlijk, om het een beetje te vergelijken, asir. Wat is asir? Als je sinaasappel gaat persen. Met andere woorden, al asr is de tijd die geperst wordt en de tijd die je eigenlijk tekort komt. Dat is al asr. Met andere woorden, wij komen allemaal tijd tekort. Wij mogen nooit zeggen, ik heb het te druk. Je hebt altijd tijd voor Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt altijd tijd voor je gezin. Je hebt altijd tijd voor het versterken van je geloof. En die ulema die besefte dat ook. Een andere anekdote uit het boek is bijvoorbeeld dat iemand uitgenodigd werd voor een... Jullie zeggen bruiloft, hè? Geen trouwfeest. Bruiloft. Ik ben geïntegreerd, mashallah. Hij werd uitgenodigd voor een bruiloft. En hij zegt, ik zal komen, inshallah. Walakin, ik kom alleen, maar hou plaats voor twee. Waalaikum salam. Ik kom alleen, maar hou plaats voor twee. Die persoon zegt, hoezo? Jij komt alleen, maar je wilt twee plaatsen. Hij zegt, ja, ik ga mijn boek meenemen. En ik ga die op die stoel leggen. En als ik dode momenten heb, dan ga ik bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala uit dat boek lezen. Dat waren mensen die hun tijd beseften. Dat zijn maar een aantal anekdotes uit het boek van Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghudda, rahimahullah. Nu, om af te sluiten over Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, want ik kan niet heel zijn biografie bespreken. Wanneer dat hij stierf, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, en Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghudda is trouwens begraven in Al-Baqi'a, is begraven in Medina. Dus dat is ook een eer om als geleerde begraven te worden naast de sahaba enzovoort. Maar ze vonden eigenlijk een manuscript van Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghudda dat hij zelf had geschreven na zijn dood. En daar staat Uqsimu billahi ala kulli man. Abasara khatti heithuma abasara. Hij zegt, ik vraag Allah om getuige te zijn van één ieder die mijn schrijfsels heeft gezien. En zijn bibliotheek, je kan dat op YouTube zien. Zijn bibliotheek, hoe dat hij dat heeft achtergelaten. Dat hij, yad'u ar-Rahman mukhlisan, dat hij de barmhartige oprecht aanroept om mij kwijtschelding, berouw en vergeving te schenken. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala ook om deze dua te accepteren van Sheikh Abd al-Fattah Abu Ghudda, rahimahullah. Nu al-adab. Dat is het onderwerp van vandaag. Wat betekent al-adab? Taalkundig, en daarom is het heel belangrijk, barakallahu fikum, om de Arabische taal, om daarmee bezig te zijn. Want elk woord in de Arabische taal heeft een oorsprong. Elk woord heeft een oorsprong. En adab komt oorspronkelijk van me'adabatu. En me'adabatu betekent eigenlijk letterlijk verzamelen om te gaan eten. Als je samen rond een tafel gaat verzamelen om te gaan eten, dat is me'adabatu. En waarom komt al-adab van me'adabatu? De ulama die zeggen, omdat je ook bij al-adab verzamelt rond goede manieren. Je komt samen rond goede gedragsregels. Je komt samen rond beleefdheidsregels. En daarom zei Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu in een hadith, inna hadha al-Qur'an ma'adabatullah. Deze Qur'an is eigenlijk een soort buffet van Allah. Fakhudhu minhum istata'tum. Neem ervan van wat jullie in staat zijn. Vakkundig. Dus taalkundig betekent het verzamelen rond iets
rond iets nobel. Als we kijken naar adab, de gemakkelijkste definitie die je kan onthouden, is dat je rekening houdt met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je rekening houdt met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat je rekening houdt met de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adab wordt ook onderverdeeld in drie categorieën. Adab met Allah, adab met de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en adab met zijn schepping. Nu Allah subhanahu wa ta'ala die zegt in de Koran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O jullie die geloven, bescherm jullie zelf en jullie familie van een helvuur. En Ali ibn Abi Talib, de geëerde metgezel, en Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, zij hebben dit vers uitgelegd. Hoe kan je jouzelf redden en jouw familie van een helvuur? Zij zeggen, allimuhum wa addibuhum. Onderwijs hen en leer hen adab. En dat is hetgeen dat ik net had gezegd. Kennis zonder adab heeft heel weinig waarde. En daarom zei Imam al-Ghazali, rahimallah, al-ilmu bila amal junoon, wal-amalu bi ghayri ilmin la yakun. Kennis zonder daden is gekheid. Zo kennen we ook de hadith van de profeet, alayhi salatu wasalam, toen hij bij de mi'raj, de Isra wal mi'raj. Wat betekent dat, de Isra wal mi'raj? Wat was dat? De Isra wal Mi'raj. Mashallah, nachtelijke hemelreis. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn reis vervolledigde met Jibril alayhi salam, zag hij mensen die hun tong en lippen werden afgesneden met scharen van vuur. Wal'iyadu billah. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen daartegen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, Ya Jibril, men ha'ula. Wie zijn die mensen? Waarop dat Jibril alayhi salam zei, Hum khutaba'u ummatik. Dat zijn de praters van de umma. Yaquluna ma la yaf'alun. Wa yaqra'una kitab Allahi wa la ya'malun. Subhanallah. Ze praten over dingen die ze zelf niet doen. En ze lezen de Koran, ze lezen de woorden van Allah, maar ze brengen dat niet in praktijk. En dat is een heel gevaarlijke. Dat je dingen zegt die je zelf niet doet. Dat je misschien mensen beoordeelt op bepaalde dingen die je zelf doet. En deze tijd, met al-asaf shadid, is een heel moeilijke tijd. Omdat alles gedigitaliseerd is. Sociale media, je ziet alles. Als je soms de reacties ziet en soms mensen bezig ziet, dan merk je, subhanallah, met wat zijn we bezig? Met wat zijn we bezig? Als je geen adab hebt, als je geen akhlaq hebt, met wat ben je dan bezig? Dus hum khutaba'u ummatik. Zij zijn de praters van de umma. Praten is gemakkelijk. Praten is heel gemakkelijk. Tegenwoordig kan je makkelijk een khatib worden. Kan je makkelijk een spreker worden. ChatGPT, Google, dat bestaat allemaal tegenwoordig. Je kan gemakkelijk een prater worden. Welekin, het gaat niet om praten. Het gaat om ervaren. Het gaat om praktijk. En daarom zei Imam Malik, Al-ilmu nurun, yaj'aluhu Allahu haythu yasha'. Kennis is een licht dat Allah plaatst in harten. En kennis draait niet alleen om veel kunnen zeggen en veel kunnen onthouden. Dat is niet kennis. En daarom zei een van mijn leerkrachten, Hafidahullah, kennis is geen doel op zich. Kennis is een middel om je doel te bereiken. Wie is ons doel? Wat is ons doel? Allah subhanahu wa ta'ala. En wij gaan kennis opdoen omdat we dichter willen geraken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar als je van kennis een doel maakt, dan ga je beginnen concurreren met anderen. Dan ga je beginnen discussiëren met anderen. Dan ga je elkaar beginnen verketteren. Wal'iyadu billah. En dat is iets dat we in deze tijd zien. Mensen die elkaar verketteren. Mensen die elkaar mubtadi' noemen. Mensen die elkaar beschuldigen van bid'a. En als je vraagt aan die persoon, wat betekent bid'a? Ik weet het niet. Ik heb zelfs mensen gezien die elkaar beschuldigen van shirk. Wal'iyadu billah. Hun eigen broeder of zuster beschuldigen van shirk. Terwijl die persoon nog nooit iets over de religie heeft bestudeerd. En dat is trouwens ook een van de speciale dingen aan Sheikh Abdul-Fattah Abu Ghudda. Dat was een verzoenende persoon. Hij leefde in een tijd waar dat ook heel veel discussie was. Heel veel tegenstrijdigheden tussen bepaalde ulema zelfs. Bijvoorbeeld tussen Sheikh Al-Albani, rahimahullah, en Sheikh Zahid Al-Kawthari. Dat waren grote ulema, maar hun ideologie stond haaks
op elkaar. Walakin, Sheikh Abdul Tahab Wudda rahimallah was een verzoenende persoon. Het gaat om hogere doelen. En subhanallah, ik zeg dat ook altijd in België, elke lezing dat ik geef, elke preek dat ik geef. Wij hebben andere doelen. Wij zitten te discussiëren over complexe zaken waar we nog nooit iets over hebben gestudeerd. Terwijl dat onze jongeren bezig zijn met al-fawahish. Onze jongeren zijn bezig met al-fawahish. Zijn bezig met zina. Zijn bezig met prostitutie. Zijn bezig met lachgas. Er zijn familieproblemen. Er zijn scheidingsproblemen. Er zijn alcoholproblemen. Er zijn drugsproblemen. Maar toch zitten moslims te discussiëren over bepaalde zaken die complex zijn. Wij moeten één doel hebben. Hogere doel. Wij moeten onze kinderen en onze kleinkinderen op de juiste manier opvoeden, inshallah. Nu, zoals ik zei, kennis of adab wordt onderverdeeld in verschillende categorieën. De eerste categorie is de adab met Allah subhanahu wa ta'ala. En vooraleer dat ik daarover ga praten, ik zie hier een uitspraak. Subhanallah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de vraag kreeg. En deze hadith is een prachtige hadith, mashallah. Die staat ook vermeld in Shu'ab al-Iman. Hij krijgt de vraag, wat zijn de rechten van het kind? Als jij een kind krijgt, welke rechten heeft het kind? Dus welke plichten heb je als ouder? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die antwoordde dat je een mooie naam kiest en dat je zijn adab verbetert. Dat is uw plicht als ouder. Zijn er hier ouders in de zaal? Eentje, twee. Oké, mashallah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie kinderen behouden en zegenen. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, wat is uw plicht als ouder en wat is de rechten van het kind? Dat je een goede naam kiest en dat je de adab versterkt. Een goede naam is ook iets, ik weet niet hoe dat het in Nederland zit, maar in België, soms wordt een naam gekozen die ook een beetje modern moet klinken. Ja, die gaat naar school en dat moet ook een beetje modern klinken. Rayhana, Rihanna. Rihanna is modern. Zo denken sommige mensen. Walakin, de naam die je moet kiezen voor jouw kind is eigenlijk de naam waar dat je jouw kind wilt krijgen. Als jij jouw kind Mohammed noemt, dan wil je eigenlijk dat hij de voetstappen volgt van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daarom, een naam kiezen is een verantwoordelijkheid. Een naam kiezen is een verantwoordelijkheid. Je kiest een naam waar dat je jouw kind eigenlijk wilt krijgen. Je denkt niet, het moet uiteraard ook een mooie naam zijn, maar dat is niet de essentie. Het doel is dat het een mooie betekenis moet hebben. En we gaan eerst kijken naar hoe dat onze profeet, sallallahu alayhi wa sallam, spreekt over namen. De beste namen, zegt hij, Abdullah wa Abdurrahman. Hij zegt, de beste namen zijn Abdullah en Abdurrahman. En Allah heeft nog meer namen. Al-Halim, Al-Wadud, allemaal prachtige namen. Als je jouw kind bijvoorbeeld Abdurrahman noemt, dan wil je eigenlijk dat jouw kind de naam Ar-Rahman begrijpt, maar ook in praktijk brengt. Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman. Irhamu man fil arde, irhamukum man fil sama. Elke naam van Allah subhanahu wa ta'ala is er om in praktijk te brengen. Als jij gelooft in al-Ghafoor, wat is al-Ghafoor? Of wat betekent al-Ghafoor? Al-Ghafoor betekent de vergever. Maar als we dieper duiken in de betekenis, al-Ghafoor betekent de bedekker. Allah subhanahu wa ta'ala bedekt onze zonden. En dat is een gunst. Je moet je eens voorstellen. Stel bij elke zonde dat je verrichtte, wist iedereen welke zonde dat je verrichtte. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala bedekt onze zonde. Als wij geloven in de bedekker van de zonde, waarom bedekken wij de zonde niet van anderen? En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith, degene die zijn broeder bedekt, dus de zonde van zijn broeder bedekt op deze wereld, satarallahu fi dunya wal akhirah. Allah zal zijn zonde bedekken op deze wereld en in het hiernamaals. En om het in jongere taal te spreken, degene die exposed, Allah zal hem exposen op Yom al-Qiyamah. Dat is een duidelijke hadith van onze profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Degene die exposed, Allah zal hem exposen op Yom al-Qiyamah. Niet op sociale media, niet via Instagram, niet via TikTok, maar op Yom al-Qiyamah. Miljoenen mensen, miljarden mensen, uw familie,
die naast jou staan, die van jou een goede reputatie hebben, die denken, mashallah, ik weet niet welke naam, Mohammed of Khalid, mashallah, die zat in de moskee. Walakin, Allah subhanahu wa ta'ala gaat op dat moment exposen wat je in jouw privé hebt gedaan. Als jij mensen hun zonde bedekt, Allah subhanahu wa ta'ala gaat ook uw zonde bedekken op Yawm al-Qiyamah. Dus dat is heel belangrijk. Een naam die je kiest, is een naam waar je jouw kind wilt krijgen. Nu, de adab met Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is de adab met Allah? Ten eerste is dat je, en ik ga gewoon even letterlijk lezen, wanneer we spreken over de adab met Allah, dan wil dat in de eerste plaats zeggen dat we ons op elk moment bewust moeten zijn van zijn geboden en verboden. Dat is de adab met Allah. Dat wil zeggen dat we op elk moment in ons leven dat we rekening houden met wat heeft Allah halal verklaard, wat heeft Allah verplicht verklaard en wat heeft Allah haram verklaard. Op elk moment. In het openbaar, maar ook in het publiek. En daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam over al-ihsan, en ta'abud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraak. Dat je Allah aanbidt alsof je hem ziet, maar je kan hem niet zien, maar besef dat hij jou altijd ziet. Dat is al-adab met Allah. En al-adab met Allah is dat je zijn religie ook volledig neemt. Ya ayyuhal ladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. O jullie die geloven, betreed volledig de religie. Islam is geen shopping. Dit vind ik interessant, dit vind ik leuk, dit vind ik minder leuk. Nee. Als je de islam wilt omarmen en je wilt de islam, en dat is istislam, jezelf onderwerpen aan al-Jabbar, wil dat zeggen dat je jezelf volledig geeft aan Allah subhanahu wa ta'ala. Volledig. Jouw tijd, jouw ziel. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa ahlihim. Ik ben hier een aantal dingen aan het selecteren, omdat we met heel veel dingen zitten. Een aantal uitspraken van onze ulema over al-adab met Allah subhanahu wa ta'ala. En deze is Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, die zei, degene die zijn verplichtingen naar Allah azza wa jalla niet kent en er niet in slaagt om te voldoen aan de goddelijke geboden en verboden, zal uitgesloten worden van goede manieren. Beginnen met de verplichtingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis is niet slim, maar is wel sluw. Iblis is niet slim, maar wel sluw. Hij is slim op een heel vuile manier. En hij kan ons benaderen ook vanuit een religieuze hoek. Iemand die heel zwak is, Iblis gaat tegen die persoon zeggen, niet bidden, en die gaat niet bidden. Welke Iblis, als die iemand ziet die sterk is in zijn geloof of haar geloof, Iblis gaat op een andere manier die persoon proberen te misleiden. Omdat hij weet, die persoon die is wel sterk in zijn of haar geloof. En daarom, een van de valstrikken van Iblis, is dat we ons bezighouden met randzaken en niet met onze verplichtingen. En daarom zei ooit iemand, en die heeft dat heel mooi uitgelegd, je kan pas winst boeken als je hoofdkapitaal hebt. Dat is hetzelfde met onze daden. Als onze verplichtingen niet in orde zijn, hoe kunnen we dan denken aan extra's? Hoe kunnen we dan denken aan nawafil? Als uw 5 gebeden niet in orde zijn, hoe kan je dan denken aan extra's? En dat is iets dat mensen kan laten misleiden. Bijvoorbeeld uw zakat, je betaalt uw zakat niet, maar je geeft wel sadaqa. Sadaqa is niet verplicht. Zakat is wel verplicht. Hoe kan je jouw verplichting gaan verwaarlozen en bezig zijn met extra? Je wilt winst boeken, maar je hebt geen hoofdkapitaal. En daarom is het heel belangrijk, een van de belangrijkste dingen als we onze adab met Allah willen versterken, is dat we onze verplichtingen moeten nakomen met Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn jullie aan het opletten? Ik ga straks vragen stellen. Hè? Deze uitspraak van Ibrahim ibn Habib ibn Shahid, die zei, mijn vader had de gewoonte om tegen mij te zeggen, oh mijn zoontje, ga naar de fuqaha. Wie zijn de fuqaha? Dat zijn de experten in fiqh. Wat is de fiqh? Jurisprudentie of wetgeving. Bijvoorbeeld, het gebed behoort tot al-fiqh. Dus die zei tegen hem, ga naar de fuqaha, de experten van fiqh. En ta'allam minhum, en leer van hen. Neem van hun goede manieren, goed gedrag en hun leiding. En luister heel goed. Waarlijk, dat is bij mij geliefder dan dat jij veel profetische overleveringen kent. Subhanallah. Hij zegt, als jij
adab neemt van die ulama en je versterkt je adab, dat is voor mij geliefder dan dat jij enorm veel ahadith kent. Waarom? Ahadith leren is niet verplicht. Ahadith leren uiteraard, dat is om je liefde voor de profeet sallallahu alaihi wasallam te versterken. En dat is als je een hadith expert wilt worden, of je wilt je verdiepen in een hadith, dan ga je ahadith van buiten leren. Maar je adab, dat is hetgene waarover je gevraagd gaat worden bij Allah subhanahu wa ta'ala. We worden gevraagd over drie zaken. Dat is uw aqida. Dat is uw fiqh. En dat is uw akhlaq. Drie zaken. En dat is ook een tactiek van Iblis, zoals ik daarnet zei. Sommige mensen gaan van alles studeren, welkien dat zijn geen verplichte wetenschappen. Die gaan allerlei dingen beginnen studeren, maar fiqh hebben ze nooit bestudeerd. Al-aqida hebben ze nooit bestudeerd. En al-akhlaq hebben ze niet. Maar ze houden zich wel bezig met complexe zaken, complexe vraagstukken en fatwa enzovoort. Subhanallah, in welke tijd leven wij? En ik heb daar net nog gelezen, iemand heeft dat heel mooi omschreven. Hij zei, er zijn bepaalde studenten die alleen studeren als het gaat om controversiële zaken. Als het gaat om zaken waar daar discussie over bestaat. Als het gaat over zaken waar daar ruzie over bestaat. Dan zijn ze ineens te vinden. Dan zijn ze daar. Maar als je vraagt aan die persoon, wat doe je daarbuiten? Heb je fiqh bestudeerd? Welke madhhab heb je bestudeerd? Welke aqida heb je bestudeerd? Welke boeken van aqida heb je bestudeerd? Heb je ooit de Maliki madhhab bestudeerd? Heb je ooit de Hanbali madhhab bestudeerd? Heb je ooit een boek van al-aqida opengedaan? Heb je ooit een boek rond de akhlaq opengedaan? Er bestaan enorm veel boeken rond de akhlaq. Enorm. Adab al-Mufrad van Imam al-Bukhari, rahmallah. Een pracht van hun werk. Gewoon een hadithverzameling, gewoon rond de adab. Ihya ul-Muddin van Imam al-Ghazali, rahimallah, gaat over zielszuivering, gaat over al-akhlaq. We hebben de boeken van Imam Ibn al-Qayyim, rahimallah, die ook gaan, Madarij al-Salikin, een pracht van een werk, rond al-akhlaq. We hebben Risale al-Qushayriya van Imam al-Qushayri, rahimallah, gaat ook over al-akhlaq. Dus er bestaan zoveel boeken rond al-akhlaq. Er bestaan zoveel boeken rond al-fiqh. Als je gaat naar al-Hanbali madhab, als je gaat naar al-Maliki madhab, Hanafi madhab, er zijn zoveel boeken. Als je gaat naar al-aqida, als je vraagt aan iemand, heb je de tekst van imam al-Tahawi bestudeerd? Nee. Welkin die houdt zich wel bezig met complexe discussies rond al-aqida. Dat is toch niet logisch? En dat is de tijd waarin we zijn beland, wal-iyadu billah. En dat is heel jammer om te zien. Omdat we, nogmaals, omdat we wegblijven van ons doel. En ons doel is om Allah subhanahu wa ta'ala te bereiken. Nu het tweede is al-adab met de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En eerst en vooral, het eerste dat we moeten doen, en dat is een advies naar mezelf. Als we de naam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam noemen, het zeggen van sallallahu alayhi wa sallam is het minimum dat we kunnen doen. Het minimum. Je moet je niet schamen. Sommige mensen, als die op het werk zijn of op school, schamen ze zich en zeggen ze dat heel rustig. We hoeven ons niet te schamen. Sallallahu alayhi wa sallam. Dat is het minste. En onze ulama zeggen dat is ra'sul adab. Dat is eigenlijk de basis van de adab die je hebt naar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ik heb hier een aantal punten geschreven waarin dat we ons moeten rekening moeten houden en hoe dat we onze adab naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam moeten versterken. Ten eerste, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O jullie die geloven, verhef jullie stem niet boven de stem van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die ayah is geopenbaard waarin een aantal sahaba in discussie waren. En ze hadden hun stem verheft boven de stem van de profeet Mohammed alayhi salatu wassalam. Waarop de Allah subhanahu wa ta'ala dit vers heeft geopenbaard. Maar nu, in onze tijd, deze ayah, kunnen we die nog in praktijk brengen? Omdat de profeet sallallahu alayhi wasallam, die leeft niet meer onder ons, fysiek. Kunnen we deze ayah nog in praktijk brengen? Nee of ja? Ja, op welke manier? Door het leren van de sieraden zijn gebracht. Ja, je komt in de buurt. Maar hoe kan je jouw stem niet verheffen boven die van hem? In deze tijd, hoe kunnen we dat doen? Naam? Door stil te zijn als iemand het hadith komt. Naam, mashallah, barakallahu fik. Dat is een van de antwoorden. Als iemand zijn hadith leest, of je hoort dat op televisie, dat je rustig blijft. Net zoals bij Al-Quran. Al-Quran is een direct gebod van Allah subhanahu wa ta'ala. Zwijgen als de Koran wordt afgespeeld. Bij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, deze ayah kunnen we ook op die manier interpreteren. Ulama
hebben dat ook op een andere manier geïnterpreteerd, deze ayah. Verhef je stem niet boven de stem van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Zij zeggen, in deze tijd, verhef of plaats jouw intellect en jouw ideologie niet boven de ideologie van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wat wil ik daarmee zeggen? Of wat willen de ulema daarmee zeggen? Als jij iets leest van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, soms zijn er mensen, moslims, echt moslims, die zeggen, kifash, dat kan toch niet, dat is toch raar. Dat zijn de woorden van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Oftewel heb je dat niet goed begrepen, oftewel is er een probleem met jouw ideologie. We hebben gezegd, udkhulu fi silmi kaffa, ga volledig. Er zijn vrouwen bijvoorbeeld die zeggen, ja, de Koran, erfrecht, hoe kan dat nu? De man krijgt meer. Subhanallah, ben je de woorden van Allah in twijfel aan het brengen? Dat is ziek voor woorden. Terwijl dat er eigenlijk gewoon geen juist begrip is. Rond erfrecht, zoals een van mijn leerkrachten heel mooi heeft uitgelegd. Hij zei, hetgeen dat de man krijgt, is bruto. En hetgeen dat de vrouw krijgt, is netto. Waarom? De man moet zorgen voor zijn gezin. Met andere woorden, de man krijgt geld van erfrecht, krijgt meer dan de vrouw. Welkin, de man moet nog zorgen voor zijn gezin. Maar hetgeen dat de vrouw krijgt, is volledig voor haar. Dus uiteindelijk heeft de vrouw zelfs meer dan de man. Dus het heeft te maken met een fout begrip. En dat is hetzelfde met de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat is iets dat we tegenwoordig vaker zien. Mensen die zeggen, dat kan toch niet. Abu Huraira heeft zoveel ahadith overgeleverd, maar heeft maar zoveel jaar geleefd bij de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wie ben jij om dat te gaan bekritiseren? Heb je ooit hadith-wetenschappen bestudeerd? Dan zegt hij nee. Ah wel. Wat zit hij hier dan te bekritiseren? Ja, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat gezegd. En daarom, deze ayah kunnen we ook op die manier interpreteren. Verhef jouw ideologie, verhef jouw intellect niet boven de intellect van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ten tweede, hoe kunnen we onze adab naar de profeet sallallahu alaihi wasallam versterken? Zijn woorden niet verdraaien en geen leugens aan hem toeschrijven. En dat is een heel belangrijke. De profeet sallallahu alaihi wasallam, in deze hadith probeert hij van buiten te kennen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in een hadith, en de hadith-experten, heel veel hadith-experten zeggen dat deze hadith de meest authentieke hadith is in de gehele sunnah. Dus de gehele sunnah, de gehele hadith-compilaties die je vindt, is deze de meest authentieke. Zij noemen dat mutawatir lafzi. Wat wil dat zeggen? Die is in zo'n grote hoeveelheden overgeleverd in dezelfde verwoording. Dat er nooit een leugen toegeschreven kan worden aan die hadith. Omdat die zo vaak werd overgeleverd in dezelfde verwoording. Wat is die hadith? De profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Degene die over mij bewust liegt, laat hem zijn plaats klaarmaken in het helvuur. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen tegen het helvuur. Nu, er zijn mensen die zeggen tegen mij, alhamdulillah, we vallen er niet onder. Wij liegen toch niet bewust over de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wij zijn niet mensen die ahadith verzinnen. Nee, dat klopt. Maar we mogen niet te snel denken dat we veilig zijn voor die hadith. Waarom? Stel, je ontvangt een hadith via WhatsApp. Je ontvangt een hadith via Facebook. En je deelt die gewoon. Je verstuurt die gewoon verder. Je hebt de vertaling niet laten nachecken. Je hebt niet gekeken naar de context. Je hebt die gewoon doorgestuurd. Dan ben je niet bewust aan het liegen over de profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar dan heb je wel bewust geen onderzoek verricht naar de woorden van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En tegenwoordig op sociale media wordt dat heel vaak gedaan. Dat mensen een fiqh hadith delen. En dat is eigenlijk iets dat je niet moet doen. Waarom? Als het gaat om fiqh, kan je nooit op basis, of bijna nooit op basis van één hadith, een conclusie kunnen maken. Je moet altijd eerst naar de Koran gaan kijken. Dan ga je naar alle hadith gaan kijken. Bijvoorbeeld, al-wudu. Stel, ik vraag aan jou, hoe moeten wij al-wudu doen? En jij krijgt gewoon carte blanche. Je mag in de Koran gaan duiken en in de sunnah. Je gaat eerst beginnen met de Koran. Welke ayah gaat over al-wudu? Eén ayah. In suratul Ma'ida. Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhir al-ayah. Maar in die ayah staat niet alles over al-wudu.
Er staan enkel de verplichte handelingen van het wudu. Wat ga je dan doen? Je gaat dan naar de sunnah. Je gaat naar alle hadith gaan kijken. Welke overleveringen zijn er allemaal waarin dat de profeet sallallahu alaihi wasallam of zijn metgezellen het wudu hebben gedaan? Dat ik kan zien hoe dat ze het wudu hebben gedaan. Je gaat ongetwijfeld een hadith vinden die uiterlijk elkaar tegenspreken. Op die dag deed de profeet sallallahu alaihi wasallam bijvoorbeeld het meningsverschil rond over de nek wrijven. Een gekende meningsverschil. Bij de Hanafiya is dat een onderdeel van het wudu. Over je nek wrijven. Je gaat overleveringen vinden waarin dat de profeet sallallahu alaihi wasallam bepaalde handelingen heeft gedaan. Maar ik zeg altijd, je kan dat vergelijken met een fotoalbum. Een fotoalbum, als je terugkijkt naar vroeger, jij ziet u op een bepaalde positie, misschien in Marokko, in Turkije, dat is een bepaalde context. Een andere keer ben je in Nederland, een andere keer ben je in Duitsland, ik zeg maar iets. Dat is hetzelfde met de hadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Er is context. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft iets niet gedaan, of heeft iets wel gedaan, heeft iets nagelaten, heeft iets toegelaten. Dat is allemaal hadithwetenschappen. In hadithwetenschappen kennen wij ook asbab wurud al-hadith. Wat wil dat zeggen? De context waarin dat de profeet sallallahu alaihi wasallam iets heeft gezegd. Dat kan soms eenmalig zijn dat hij heeft gezegd of heeft gedaan. En dat is allemaal heel belangrijk. Het kan ook zijn dat de profeet sallallahu alaihi wasallam iets zegt en daarna terugkomt op zijn woorden. Maar als jij en als mensen die eerste hadith delen dat hij iets heeft gezegd, ze delen dat. Maar de profeet sallallahu alaihi wasallam is erop teruggekomen en die hadith delen ze niet. Ja, dan ben je eigenlijk leugens aan het toeschrijven aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. En daarom, onze religie is heel breed. En na de hadith trouwens, bij wudu, om ons bij ons voorbeeld te blijven, als je klaar bent met een hadith, dan ga je ook kijken naar andere bronnen. Bijvoorbeeld al-qiyas. Je gaat kijken naar al-ijma'. Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn om één fiqh-conclusie te kunnen maken. Je kan nooit zeggen, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft dat gedaan of dat gezegd, met andere woorden, dit is de conclusie. Dat ga je nooit kunnen zeggen. Je moet alles naast elkaar leggen en dat is wat we noemen een faqih, een expert in fiqh. Dus, we hebben gezegd, geen leugens toeschrijven aan de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dan ten derde, zijn levenswijze volgen. Hoe kunnen we onze adab versterken naar de profeet sallallahu alaihi wasallam? Is hem volgen. Zijn sunnah volgen. En zijn sunnah is een totaalpakket. Zijn sunnah is niet, ik ga dat doen en dat niet. Zijn sunnah is omgang met Allah. Zijn omgang met Allah. Zijn omgang met de buren. Zijn omgang met zijn vrouw. Zijn omgang met zijn kinderen. Zijn omgang met zijn vrienden. Zijn omgang zelfs met planten en dieren. Dat is sunnah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ We hebben u als een barmhartigheid gestuurd naar alle werelden. Dat is het volgen van de sunnah van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wat ik heel speciaal vind aan onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam, uiteraard, dat is de beste der boodschappers en de beste der mensen. Maar iets dat mij opvalt aan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, is dat hij heel simpel was. Hij voelde zich niet hoogmoedig ten opzichte van iemand anders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Shama'il van Imam Tirmidhi, waarin hij spreekt over de profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn karakter en zijn uiterlijk, dan zegt hij, de profeet sallallahu alaihi wasallam, wanneer hij stapte in Medina en de sahaba zijn aan het praten over een bepaald onderwerp, niet per se over islam, maar gewoon een bepaald onderwerp, de profeet alayhi salatu wasallam ging erbij staan, ging luisteren naar hun verhalen en ging meelachen als ze aan het lachen waren. Hij was heel simpel. Er is een ander verhaal bijvoorbeeld waarin dat de profeet sallallahu alaihi wasallam een klein meisje tegenkwam. En dat meisje, haar vogel, was ziek. Ze had een vogel en die was ziek. En een tijdje later, de profeet sallallahu alaihi wasallam kwam dat meisje terug tegen. En hij vroeg aan dat meisje, hoe gaat het met jouw vogeltje? Subhanallah, als leider. Subhanallah, als leider van een hele gemeenschap. Zie je dat tegenwoordig een koning doen? Een president? De profeet sallallahu alaihi wasallam was heel simpel. En dat maakt van hem de beste schepping die ooit over deze aarde heeft gelopen, sallallahu alaihi wasallam. Dan hebben wij ten derde adab met de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Kan iemand, dat is mijn eerste vraag, de drie punten herhalen hoe dat we adab kunnen hebben naar de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Dan kan je een boek winnen. Door als een van de hadith wordt
1, 2. Kan iemand hem op weg helpen? Als iemand zijn naam hoort, dan zeg je Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. En het laatste dat ik heb besproken? Dat je niet tegen zijn woorden in kan gaan. Ja, heel goed. Mashallah. Nu, adab met de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar kunnen we uren over praten, hoe dat hij omging met de schepping van Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Je beschikt over een hoogstaand karakter. En zijn karakter was met iedereen. Met planten, met dieren, met mensen, met joden, met christenen, met moslims. Maakt niet uit. Zijn karakter was hoogstaand op elk vlak. Nu, ik ga even gewoon de titels lezen. Want ik ga het boek niet behandelen. Maar ik ga wel de titels lezen. Over wat dat dit boek allemaal gaat. Dus welke zaken die besproken worden. En jullie gaan misschien denken, kifesh, over zo'n dingen schrijft een geleerde. Iets dat simpel is. Iets dat logisch is. Ja, hij heeft daarover geschreven. Ten eerste, het eerste hoofdstuk dat gaat over betreden of verlaten van een huis. Hoe moet je een huis betreden en hoe moet je een huis verlaten? En daar heeft hij een aantal dingen opgesomd die het ermee te maken hebben. Bijvoorbeeld, hoe moet je een deur openen? De adab van hoe dat je een deur moet openen. En hij bespreekt bijvoorbeeld in het boek, hij zegt dat je een deur niet te hard moet openen. En dat je een deur niet te agressief moet openen. En dat je bijvoorbeeld, en dat is zijn tweede punt, dat je moet groeten bij binnenkomst. De salam. En dat is ook om je aanwezigheid kenbaar te maken. Het is niet toegestaan om ergens binnen te gaan, al is het jouw eigen huis met jouw ouders of met jouw broers en zussen. Je komt binnen, je moet jouw aanwezigheid kenbaar maken. Wat ik altijd zeg, is tegenwoordig ja, heb je bel en heb je een sleutel van thuis. Open de deur met jouw sleutel, maar bel ook. Dan weten de mensen van binnen dat er iemand binnenkomt. Waarom is dat zo? De profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt, het kan zijn dat je misschien iemand tegenkomt in een gênante situatie. Dus je beschermt eigenlijk jezelf en de persoon dat je hem of haar tegenkomt in een gênante situatie. Dus je bezoek aankondiging. Toestemming vragen om binnen te komen. Bijvoorbeeld, je gaat naar de slaapkamer van jouw ouders. Je vraagt toestemming om binnen te gaan. Ook al is dat logisch en is dat een slaapkamer in jouw huis en ken je dat, je vraagt toestemming om binnen te gaan. Hij bespreekt ook hoe dat je moet aankloppen. In die tijd was het aankloppen. In deze tijd is het aanbellen. En luister heel goed. Hij zegt bijvoorbeeld in zijn boek, als je aanklopt of aanbelt, je belt één keer en als die niet antwoordt, wat moet je doen? Je moet wachten. En hij zegt, hoe lang moet je wachten? De tijd ongeveer die nodig zijn om 4 rak'at te bidden. Waarom? Hij zegt, het kan zijn dat iemand toevallig net begonnen is aan een gebed. Hij zegt, wacht 4 rak'at ongeveer. Bel terug een tweede keer. Antwoordt hij niet, wacht terug 4 rak'at. En dan mag je een derde keer bellen. Als die dan niet opent, dan ga je weg. Tegenwoordig is het ding-dong, ding-dong, ding-dong. Maar eigenlijk is dat de sunnah die ons werd aangeleerd. Ook, heel belangrijk, hij zegt, hoe moet je jezelf identificeren? Stel, je klopt aan en in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam was dat met een gordijn. Dus je ging bij de profeet sallallahu alaihi wasallam al-isti'dhan gaan vragen om binnen te komen, toestemming van om binnen te komen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zegt, zeg niet, ik ben het. Zeg duidelijk uw naam. Dat zorgt voor geen verwarring. Dus dat zijn allemaal zaken. Waarschijnlijk zijn jullie nu aan het denken, dat is allemaal logisch. Maar het feit dat onze prachtige religie, dat onze prachtige profeet sallallahu alaihi wasallam hierover heeft gesproken, bewijst dat de islam een complete religie is.
De islam bespreekt complexe dingen. Bespreekt complexe zaken. Walakin bespreekt ook de dagdagelijkse zaken waarmee dat we bezig zijn. Tot het aankloppen op een deur. Subhanallah. Het aankloppen op een deur. Hoe moet je dat op de beste manier gaan doen? Hoe moet je binnenkomen? Hoe moet je groeten? Hoe moet je iemand ontvangen thuis? Subhanallah. Dat is de eer die we hebben om een onderdeel te zijn van deze prachtige religie. Dan gaat hij over naar een volgend hoofdstuk. En dat gaat over op bezoek gaan. Hoe ga je bij iemand op bezoek? En het eerste wat hij zegt is, wat doe je wanneer je op bezoek wilt gaan, maar niet ontvangen kunt worden? Sommige mensen die gaan zichzelf een beetje pushen bij een bepaald persoon. Maar hij zegt, als je niet ontvangen kunt worden, je moet zelfs geen reden gaan vragen. Je moet zelfs geen reden gaan vragen. Het kan zijn dat er zoveel redenen zijn waar je zelf niks van moet weten. En je moet die persoon ook niet kwalijk gaan nemen als je niet ontvangen kan worden. Dan zegt hij dat het niet mag om te gluren terwijl je nog geen toestemming hebt om binnen te treden. Stel, je gaat naar iemand thuis. Je belt aan of je klopt aan. En die doet voor jou open. Ga niet kijken hoe ziet dat huis eruit, wie zit er binnen. En daarom zeggen ze ook, in dit boek wordt dat ook vermeld, als je aanbelt, moet je rechts of links gaan staan van de deur. Niet centraal. Centraal heb je een zicht op heel het huis en kan je bepaalde dingen zien die privé zijn, die jij niet mag zien. Hij spreekt ook over de schoenen, dat je jouw schoenen uitdoet. Hij zegt ook waar je moet gaan zitten als je wordt ontvangen door bezoekers. Je gaat zitten waar de persoon jou heeft gezegd om te gaan zitten. Dan spreekt hij over rondsnuffelen. Stel, je gaat naar de badkamer en je begint ineens kasten te openen. Dat is niet toegestaan. Je begint ineens te kijken, ah, dat is hier heel mooi, ik ga kasten beginnen openen. Hij zegt, doe niets open dat dicht is, want dat is allemaal privé. Dan spreekt hij ook bijvoorbeeld over hoe je moet omgaan met jouw ouders. Uiteraard is dat een van de belangrijkste dingen die we hebben. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَنًا. En Hassan al-Basri, rahimahullah, die zegt, subhanallah, hij zegt, er kwam iemand naar hem en die vroeg aan hem, ik wil een tweede keer op de hajj gaan. Dus hij heeft alleen zijn verplichte hajj gedaan en hij wil een tweede keer op hajj gaan. Hassan al-Basri die zei dat je jouw avondeten nuttigt met jouw moeder is beter dan een tweede keer op hajj gaan. Dat je jouw avondeten nuttigt met jouw moeder is mij geliefder dan een tweede keer op hajj gaan. Subhanallah. Waarom is dat zo belangrijk? Dat je kan zitten bij jouw moeder. Dat ze haar verhalen kan vertellen. Dat ze kan vertellen over wat ze heeft meegemaakt die dag. Hij zegt, dat op zich is mij geliefder dan een tweede keer op hajj gaan. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, die zegt ook, het kijken naar je moeder is een aanbidding. Ibadah. En hij zegt, فَكَيْفَ بِرْلُهَا. Gewoon het kijken naar je moeder is aanbidding. Hij zei, laat staan als je goed bent tegenover haar. Dat is hoe dat de islam ons aanspoort, hoe dat we moeten zijn ten opzichte van onze ouders. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze ouders beschermen en behouden. Allahumma ameen. Hetzelfde met die persoon die van Jemen naar de profeet sallallahu alaihi wasallam kwam. En die zegt, jiktuka min Yemen. Ik kom van Jemen en ik wil bay'a doen. Ik kom helemaal van ver en ik wil mij aansluiten aan uw leger en ik wil mee jihad gaan doen. Maar wat raktu abuwai yabkiyan. En ik heb mijn ouders huilend achtergelaten. Waarop dat de profeet alayhi salatu wassalam zei, farji' ilayhima wa adhikhuma kama adaktahuma. Ga terug naar hun en laat hun lachen op dezelfde manier dat jij hen hebt laten huilen. De profeet sallallahu alayhi wasallam kende de prioriteiten op dat moment. Hij spreekt ook over tussen twee mensen gaan zitten. Twee mensen zijn aan het praten over een bepaald onderwerp en je gaat ertussen zitten. Dat is niet van de adab. Hij zegt ook, stel je zit, je bent op bezoek en je hebt je beste vriend, je beste maat is naast jou en je bent aan het fluisteren met hem. Hij zegt dat is tegen de adab, want het lijkt alsof je aan het roddelen bent over iemand anders. Dus heel veel dingen die hij hier bespreekt. Als je op bezoek gaat bij iemand die ziek is. Een van de mooie dingen die ik heb gelezen in dit boek, is dat hij zegt, maak uw bezoek niet te lang. Sommige mensen, zeker wij Marokkanen, als we op bezoek gaan in het ziekenhuis, we maken daar een hele feest van. We nemen eten mee, we gaan zitten. We maken daar een beetje een café van. Walakin, de auteur, rahimallah, die zegt, hou het kort.
De auteur zegt ook, ga niet te veel vragen stellen. En ga ook niet te veel over jezelf vertellen. Ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ja, toen. En dat is momenteel even niet belangrijk. Het belangrijkste is hoe dat die persoon zich voelt. Hij zegt ook, ga niet discussiëren met de dokter naast de patiënt. Tegenwoordig mensen denken dat ze dokter zijn. Ze gaan beginnen discussiëren. De dokter zegt die medicatie. Nee, ik heb op YouTube gezien. Ja, liever niet. Doe dat, maar niet naast de patiënt. Want de patiënt gaat beginnen twijfelen aan de dokter. Hij is blijde. Hoe moet je iemand gaan troosten? Een van de belangrijke dingen is, wees in de eerste plaats menselijk. Heel veel mensen, dat is mijn goede intentie. Ik zeg maar iets. Mijn vriend, zijn moeder is overleden. Ik ga meteen naar mijn vriend en ik begin ineens. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. En ja, dat is belangrijk. Maar begin eerst met het menselijke. Laat die uithuilen. Geef die het gevoel, het is normaal dat je aan het huilen bent. Het is normaal dat je verdrietig bent. De profeet alayhi salatu wasalam was zelf verdrietig toen hij zijn zoontje verloor. Was aan het huilen. Dus dat is menselijk. En achteraf, wanneer je merkt dat die persoon rationeel wordt, kan je beginnen praten over sabr. Kan je beginnen praten over Koran. Kan je beginnen praten over sunnah enzovoort. Dan het laatste dat hij bespreekt is, hoe moet je communiceren? En een van de mooie dingen die ik hier heb gelezen, subhanallah, ik was heel jong toen ik dat voor het eerst had gelezen. En dat is iets, subhanallah, ik maakte mezelf er schuldig aan. Als iemand komt met een verhaal, maar ik ken het verhaal al. Hij zegt, laat die persoon spreken en doe alsof je er nooit van hebt gehoord. Gaat die niet onderbreken? Ja, ik weet het, ik heb het al gezien. Je breekt hem helemaal af, misschien. En hij haalt een uitspraak aan van iemand die zei, er kwam iemand naar hem en die vertelde hem een verhaal. En die liet hem uitspreken, alsof hij dat voor de eerste keer heeft gehoord. En hij zegt, dat verhaal kende ik al zelfs voordat die persoon geboren was. Welkien, ik heb die laten uitspreken. Dus dat is een adab. En daarom de profeet, alayhi salatu wasalam, wanneer dat zijn vrouw Khadija sprak met hem, of Aisha, soms konden ze heel lang praten, maar hij onderbrak hun niet. Sallallahu alayhi wasalam. Ik denk, als onze vrouwen beginnen praten, dat we meteen stoppen. Maar als een vrouw iets te zeggen heeft, of iets in die aard, laat die gewoon praten. Inshallah, dit is zo de structuur van het boek. Degene die geïnteresseerd is, kan dat uiteraard altijd aanschaffen. Of kan het zo meteen winnen. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi. واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين